up global warming. Wat zou jij doen om de klimaat te verbeteren? Als je geen auto's gebruikt. Minder autorijden. Geen eens auto's meer moeten komen. Alle auto's gewoon weg. I would use less cars that would stop polluting the world. Ik zou minder gaan autorijden en minder elektriciteit verbruiken. En als je gaat autorijden, het met meer mensen te doen. Minder auto's. Al die fabrieken, hè? Gelukkig kan ik niet auto rijden en ga ik dat ook niet doen. Ik allemaal fabrieken dicht zou doen, allemaal auto's moesten er water in gaan doen bijvoorbeeld. Nou, niet gewoon water, maar waterstof, zodat er geen benzine en zo in hoefde. Zodat het natuur niet zo vervuild werd. En nou ja, ik zou het liefst gewoon zo doen en dan, ja, dan dat het dan geregeld was. Nou, de klimaatverandering te stoppen. Ja. Moet iedereen gewoon meer van de natuur houden. En gewoon ja, de natuur mooi vinden. Dat is het belangrijkste. En als iedereen dat gaat inzien, dan gaat het automatisch. Oké. Dat is een goed antwoord. I guess they didn't have a chance to ski this year, so they have to ski in another park. Climate change, global warming. What do you think? Ik zou minder elektriciteit gaan gebruiken door dat de gaten in de ozonlaag dicht gaan en minder auto rijden. Oké, dat is een mooie vraag. Oorlog heeft veel fabrieken, elektriciteit en uitlaatgassen heeft oorlog. En ze gebeurt paf en dan komt daar rook uit, snap je? Oké. Dat is een goed antwoord. We moeten sowieso de hele samenleving gaan veranderen. Als we met z'n allen met onze auto naar het werk gaan en dat kan ineens niet meer, dan moeten we toch bij het werk komen. Dus er moeten alternatieven gevonden worden. En thuis opletten als je warme kraan aanzet, alleen maar als het nodig is. En dan uitzetten. En als je koud komt, dus doe het koud. Je moet de water uitdoen, want andere mensen hebben geen water in andere landen. Als je weg van de kamer gaat, moet je altijd de licht uitdoen. We changed the old light bulbs on energy saving light bulbs to the energy saving ones. It would be a good idea to buy recyclable batteries so we wouldn't buy so many and dispose so many. And this poor boy, whose health is being damaged, wouldn't have to work so much. Dit is gezond, want het is ecologisch en er gebeuren minder ongelukken.